Nee, het is gek huis. Als je ziet op het veld, supporters stommen gelijk op het veld. Ja, het is niet normaal. Wat een verschrikkelijke wedstrijd. Ja, dat zeiden we net al. Het is volgens mij niet om aan te zien. Eerste helft spelen we zo angstig, bangig. Ja. Het was absoluut niet best. Maar ja, goed, als je 2-1 wint, dan maakt het niks meer uit. Hoe kan dat? Was dat toch de spanning die dan zo'n wedstrijd met zich meebrengt? Ja, misschien toch wel. Ik merk het zelf ook wel. Donderdag was die spanning eigenlijk helemaal niet. En je weet nu toch, het komt op die laatste wedstrijd aan. En dat brengt toch wel ietsje extra druk met ons mee. En dan zie je dat we ook niet in. Zie je dat we toch niet echt heel goed beginnen. En dan slaat toch een beetje de angst toe. Almere krijgt wat kansen en dan wordt het toch nog lastig. Maar goed, de tweede helft trekken we gelukkig over de streep. Wordt op het einde ook nog spannend. Maar gepromoveerd, we klagen over. En die laatste fase, ballen heen en weer. In ieder geval sta je op voorsprong. Hoe lekker is het dan als eigenlijk dat fluitje gaat? Ja, dat duurde nog vrij lang, vond ik zelf. Volgens mij liet hij nog even doorspelen. Maar goed, als het uiteindelijk gaat, is het natuurlijk een ontlading van je welste. En supporters gelijk op veld. Waren alle spelers kwijt, volgens mij. Ik kon niet eens meer ademen daar. Dus was hartstikke mooi. Flink wat knuffels gekregen, denk ik ook. Ja, niet normaal. Mijn lach blijft staan voor de foto's. Dus het zal nog wel de hele avond doorgaan, maar dat is allemaal bijzaak. Wat betekent dit voor jullie als groep? Ja, heel veel. Dit was natuurlijk gewoon het doel voor het seizoen. Play-offs halen en dan maar kijken waar het schip strandt. En als je dan promoveert naar de Eredivisie is natuurlijk geweldig. Hoe geweldig? Ja, wat moet ik zeggen? Vorig jaar een lastig seizoen gehad in de Jupiler League. En nu, als je het zo afsluit, is het gewoon een geweldig seizoen. En mag je volgend jaar gewoon weer alle mooie wedstrijden spelen die er zijn in Nederland. Dus het is alleen maar prachtig. Mag jij dat ook in een De Graafschap shirt? Dat is afwachten. Ik heb alles een beetje weggehouden tot na de play-offs. Dus we gaan eens rustig kijken wat er komende week komt. Wat een politiek correct antwoord. Als je net hoort achter je schreeuwen van Michel moet blijven als je zo op de Vijverberg staat. Ja. Ja, jij begon met de clichés, dus ik denk ik gooi er ook nog eentje uit. Ja, ik heb geen idee. We hebben met elkaar afgesproken dat we na het seizoen gaan kijken waar ik sta, waar de Graafschap staat. En dan zien we het wel. Maar goed, laten we zo zeggen, het gevoel is goed hier, dus wie weet. Eerst maar eens een biertje. Ja, ik heb er al 2 gehad, dus ik hoop dat er nog een, ik denk dat er nog een paar gaan vol. Aan het eind van de avond teken je gewoon bij. Ja, als Peter slim is wel.